Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, tijdens het afgelopen AO in aanloop naar de Milieuraad heb ik de staatssecretaris enkele vragen gesteld over de toelating van een drietal genetisch gemanipuleerde muissoorten voor teelt in de EU. En daarover heb ik twee moties. De eerste motie. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat de Europese Commissie voornemens is om drie genetisch gemanipuleerde gewassen toe te laten voor teelt in de EU, namelijk maïs Bt11, maïs 1507 en maïs MON810. Constateren dat de Kamer zich reeds heeft uitgesproken tegen toelating van maïs 1507, aangenomen motie Ouwehand KS 3375013 nummer 113, en dat over andere voorgenomen toelatingen nog geen debat heeft plaatsgevonden met het kabinet. Verzoekt de regering zich te onthouden van stemming en of standpunt over de toelating van deze gewassen totdat de Kamer inhoudelijk heeft kunnen spreken met het kabinet over deze drie gengewassen. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door collega's Van Gerven en Van Tongeren. Wordt de indiening van deze motie voldoende ondersteund? Dat is het geval, maakt zij deel uit van de beraadslaging. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat de Europese Commissie voornemens is om drie genetisch gemanipuleerde gewassen toe te laten voor teelt in de EU, namelijk maïs Bt11, maïs 1507 en maïs MON810. Constateren dat de Kamer zich heeft uitgesproken tegen toelating van maïs 1507, diezelfde aangenomen motie, onder andere vanwege de risico's van dit gewas voor vlinders en bijen. Constateren dat dezelfde bezwaren spelen bij de twee andere gewassen die de Europese Commissie wil toelaten, verzoekt de regering in lijn met de Kameruitspraak te handelen en tegen de toelating van de drie gengewassen te stemmen. En gaat over tot de orde van de dag. En ook deze motie wordt mede ingediend namens collega's Van Gerven en Van Tongeren. Wordt indien van deze motie voldoende ondersteund? Als het geval maakt zij deel uit van de beraadslaging. Dank u zeer. Dan mag ik het woord geven aan mevrouw Van Veldhoven namens de fractie.